Goedemiddag allemaal. Hier ben ik dan weer eens een keer met een vlog. Hier naast mij heb ik een heel groot cadeau staan, met dat zwart-wit papier. En het betreft mijn eerste zwart-wit wonen swap. Dus de eerste swap in mijn leven. Ik ga het even voor jullie filmen wat er allemaal uitkomt. Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En ja, kunnen jullie ook eens zien wat ik allemaal als cadeau heb gekregen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Kijken jullie mee? Nou, dit is dus de doos. Ik heb hem ondertussen al eventjes opengemaakt. Met een mes. Jij gaat het maken. Nou, dankjewel, meneertje Praxis. Go where your dreams take you. Dat vind ik altijd een hele mooie tekst. Ontzettend mooi ingepakt in vloeipapier ook. Even uit beeld kijken wat hierop staat. Oké. Wonen bij Jill heeft deze swap voor mij gemaakt. Nou, Jill, ik ga het eventjes uitpakken, want ik ben helemaal nieuwsgierig. Ah, kijk eens. Oh, Jill. Zo ontzettend leuk. Nou, dit is zeker iemand die dat best gedaan heeft. Toch een beetje kleur. Ik vind het zo leuk. Ik laat even extra lang in beeld. Ik moet gewoon nog een derde keer op en neer lopen van de bank naar de tafel. Dus het is gewoon te veel. Ben ik weer met nog meer cadeaus. Het is gewoon niet te geloven, zeg. Nou, ik ga er gewoon eventjes bij zitten. En ik zal het jullie proberen allemaal zo goed mogelijk te laten zien. De pot met de snoepjes van Toby, met de mooie olifant erop, daar ben ik echt heel blij mee. Die ga ik gewoon zo ook gebruiken, want ja, Toby verdient ook af en toe wat lekkers. Ik zal hem direct meteen er eentje geven, Jill. Dan hebben we hier nog allemaal veel meer moois. Oh, kijk nou. Ze heeft echt goed gelezen wat ik allemaal leuk en lekker vind. Even lekker losse theetjes in te doen. Dankjewel. A cup of homemade tea makes everything better. Ja, dat zorgt ervoor dat we op de been blijven. Kop thee af en toe. Hoort erbij. En dan ga ik voor deze. Oh, leuk! Oh, spannend. Enjoy it! Yes! Oh, wauw. Nou zouden jullie willen dat je reuk-tv had. Ik kan het wel even laten ruiken, maar... dat lukt denk ik toch niet zo goed. Maar het is wel ontzettend mooi. En ook met koperkleur erbij, past zwart-wit, koper, past allemaal in mijn interieur. Hartstikke goed, Jill. Oh, wat leuk! Oh, die kan mooi op mijn randje. En het werkt, joh. Lachen, allemaal die mondhoek omhoog. Je kunt het. Oh, zo mooi ingepakt ook allemaal. Allemaal met hartjes erbij. Oh, die leg ik even apart, want ja, daar moet ik natuurlijk nog een keer iets mee.
extra goed ingepakt. Oh, kijk nou, wat leuk! Kunt geloven of niet, Jill? Deze heb ik één maatje kleiner en nu heb ik er twee. Leuk, we gaan een rijtjeswoning maken. Kijk nou! Een echte zwart-witte mok, die had ik nog niet. Je kunt het geloven of niet, maar die haal ik nog niet. Ga ik lekker mijn theetjes uit drinken. Weer eens leuk ingepakt. Ik hoop niet dat ik het al gedaan heb, maar als ik iets heel intensief aan het doen ben, maken, uitpakken of wat dan ook, heb ik de neiging om net als mijn oma mijn tong uit mijn mond te doen. Dus ik hoop dat ik dat nog niet heb gedaan, maar anders. Oh, kijk. Memo blaadjes in hetzelfde als het kaarsje net. Hetzelfde patroon. Mijn to-do-lijstjes. Deze zijn op voordat ik het weet. Helaas. Nog veel te doen hier. Dit ga ik heel eventjes straks op mijn gemak uitpakken. Ik heb zitten kijken. Dit is gewoon een puzzeltje. Hoe leuk dat ze dat gedaan heeft en verzonnen. Dat ga ik ook nog steeds even van jullie jatten hoor. Maar ik heb hier al, zie je het hier? Een ijsje gezien. Dit is gewoon een foto van mij en de jongens. Van die ijskoestokjes geplakt. Met een ijsje op een ijskoestokje. Ik vind het zo leuk verzonnen. Maar het zit vol met glittertjes. Dus die ga ik straks op mijn gemak eventjes uitpakken. Hups en kistjes ook voor jou. En dat geldt eigenlijk ook voor dit. Ik ga ook strakjes op mijn gemak uitpakken. Misschien zit hier nog wel iets bijzonders in. Maar vol met confetti en serpentine. Dus gaat met de carnaval mee. Dan heb ik er nog twee zeg. Echt heel veel. Ah nee! Leuk! Je hebt echt goed gekeken waar ik van hou. Zo zeg. Die gaat onder mijn stolpje. Die ga ik je straks laten zien. Of meteen. Hij was nog een beetje leeg na het kerst. Alle kerstdingetjes zijn weggehaald. Dus is mijn stolpje. Even een potje nog in zitten. Mijn all-time favorite gingerbread man. Een hertje. En mijn robothanger. Maar die ga ik direct eventjes een ander plaatje geven. En dan doe ik er deze ananas in. En misschien nog iets erbij. Iets leuks. Dus komt helemaal goed, Jill. Nou, het laatste cadeau. Ik ben al zo verwend. Durf het bijna niet meer uit te pakken. We gaan het lekker wel doen. Oh, kijk nou. Ja, helemaal leuk. Ik ben er echt dolblij mee. Ik vond dit echt hartstikke leuk. Doodeng om voor het eerst zo'n vlog op te nemen. Want ja... Ik ga dat terugkijken en ik ga dat zelf verschrikkelijk vinden. Maar ik hoor wel hoe leuk jullie het vonden, ja dan nee. Ik ben ontzettend blij met deze swap en ik ga er echt van genieten. Ik ga dit lekker mooi in elkaar zetten. Ik hou ontzettend van, ja, de ananas, de olifantenpot van Toby vind ik ook echt heel erg leuk. Heerlijke geurkaarsjes, de mok, alles eigenlijk. Je hebt heel goed naar mijn profiel gekeken en ik...
Ja, ik zou zeggen super bedankt, Jill. En ja, als jij het ook hebt volgehouden tot het einde. Nou, je weet het, hè. De duimpjes. Doe ze omhoog en like mijn kanaal. Dan zien we wel of ik ooit nog meer dan 3 volgers krijg, joh. Maakt mij niet uit, maar ik vond het leuk om te doen. Hele fijne dag verder. Dag. Ja, daar is Tony. Zo. Dat is een koekje van Jill. Nou, Jill, Toby is helemaal blij. Zie je? Hier, zijn blij gezicht. Oeg. Oeg. Goed zo. Dankje. Oeg, dat is mooi. Dat is jouw blij gezicht. Nou, hij gaat er lekker even van genieten. En ik ga alle cadeautjes een mooi plekje geven.